Stel je voor, je woont mooi op de bovenste verdieping van een flat. Prachtig mooi uitzicht, maar dan gaat je wasmachine stuk. De leverancier had een aanbieding, maar aanbieding betekent wel dat je hem zelf omhoog moet sjouwen. Dat is dan wel eventjes een behoorlijk wat. Erger is nog dat die oude wasmachine ook nog aanwezig is. Wat doe je daarmee? Nou, je kijkt eventjes naar buiten toe en je ziet een blad vallen. Heerlijk rustig naar beneden toe. En je wordt geïnspireerd door het blad. Je denkt van, hé, het blad valt naar beneden. Je geeft een trap tegen de wasmachine en... Oeps, dat ging er maar net goed. Blijkbaar zijn afmetingen belangrijk als je iets naar beneden gooit. En daar gaan we het over hebben. Afmetingen. Ja, want een stukje steen, dat is nog wel te bekijken. Maar als je nou kleiner en kleiner doet... Dan krijg je dus tenslotte een kwark. Ja, het kleinste van het kleinste. En daar gaan we het over hebben. Al die kleine deeltjes, quanta. Hoeveel zijn er nu niet? We kijken eerst eventjes naar iets ander deeltje, namelijk water. Laat de water in een bak stromen, zo. En je ziet dus, het neemt prachtig mooi in hoogte toe. Ja, het is totaal traploos. Het gaat continu door. Je kunt iedere hoogte bereiken, het maakt niks uit, het is een glijdende schaal. Nu kun je dit ook op een andere manier kijken. Ja? Dus stel je, we gaan het niet met een waterstraal, maar we gaan het echt niet drup per drup, maar we doen het atoom, nou, molecuul per molecuul. Ja, dus iedere keer komt er één watermolecuul bij. Ja, nou, de bodem is bijna bedekt. Eens kijken hoor, of zit nog een gaatje. Ah! Goed zo. Dan zie je dus dat op deze manier het watervolume niet traploos toeneemt, maar het gaat iedere keer in stapjes van één molecuul. En je kunt niet zeggen van nou, doe maar een half molecuul. Nee, kleinere stappen kan niet. Oftewel, we noemen het volume is dan gekwantiseerd. En één zo'n klein stapje, dat wordt genoemd het elementair volume kwantum. Quanta. Ik hoop nu dat je het onderwerp begrijpt waar het over zo'n hebben. Een proton. Ja, één proton. Hier, dat is één proton. Oh ja, natuurlijk. Een waterstofkern. Ja. En een waterstofkern heeft een bepaalde lading. En je weet natuurlijk ook wat de lading van de waterstofkern is. Dat is gewoon positief en gelijk aan de lading van een elektron. Dus plus 1e. We pakken nog een proton erbij. Die kan eigenlijk natuurlijk. Twee protonen naast elkaar, die zullen elkaar afstoten. Dus we pakken snel twee neutronen erbij. En we hebben nu een heliumkern. De lading van de heliumkern is plus 2e. We kunnen er nog een proton bij doen en wat neutronen. Dan krijg je de lithiumkern. En dan heb je een lading van plus 3e. Het heeft niet alleen lading, maar bijvoorbeeld ook massa. De massa van één proton is ongeveer 1 u. Atomaire massa-eenheid. Ja. Helium, 4 deeltjes, dus 4U. En het lithium, je snapt het, 7U. Kortom, lading en massa gaan ook in stapjes omhoog. We noemen dus dat ook gekwantiseerd. Ja. In het dagelijks leven, ja, zo'n lading, heb je gewoon een ladingsmeter en dat gaat traploos omhoog. Ja. En hetzelfde met massa natuurlijk, die kun je ook... traploos een beetje erbij. Ja, en dit is misschien grammen, maar microgrammen kun je natuurlijk ook doen. Kortom, in het dagelijks leven ja, lijken deze dingen gewoon continu. Het gaat echt om dat die afmetingen klein moeten zijn. Dan pas vallen ze op. Elektromagnetische straling heeft ook dat continu en kwantum in één. Kijk, een elektromagnetische straling kun je beschouwen als een golf. Dat is mooi soepeltjes, oftewel dat is duidelijk. Een continu verschijnsel. Maar zo'n elektromagnetische straling kun je ook opvatten als een stroom van deeltjes. Deeltjes, hoe noemen we die ook alweer? Fotonen, oké. En betekent dus dat die straling is gekwantiseerd. Hè? Het zijn allemaal kleinste deeltjes die voorbij trekken. En één zo'n deeltje heeft een bepaalde energie. Namelijk, daar staat die, te berekenen met H keer F. Oftewel, de energie van elektromagnetische straling is ook niet continu, ook dat is gekwantiseerd. Dus zie je dus dat de energie is H keer F en H dat staat natuurlijk voor de
constante van Planck. En als je een kwantumverschijnsel bekijkt, zul je de constante van Planck er steeds bij zijn. Ja, constante van Planck is in 10 tot de macht min 34, hè, dus heel erg klein. Die kwantisatie heeft ook alles te maken met wat je hier voor je ziet. Hè. Dit is het waterstofspectrum. En je ziet dus inderdaad, hè, dit is het emissiespectrum, oftewel je hebt specifieke lijnen in het waterstofspectrum. En specifieke lijnen, specifieke kleuren, oftewel specifieke frequenties. Maar we hebben zo net al gezien, E is H keer F. Dus dat betekent dat het eigenlijk specifieke energieën zijn. Hoe kan het nou dat waterstof ook van die specifieke energieën alleen maar kan hebben? Nou, daarvoor bekijken we het atoommodel van Bohr. Ja, wat heeft meneer Bohr bedacht? Trouwens, een Deense natuurkundige. Nou, kijk, dit is het waterstofatoom. In het midden een positieve kern en eromheen een elektron. En Bohr zei van, let op, een elektron kan zich alleen maar in specifieke banen bevinden. Ja, dus let op, dit kan niet. Ja, het elektron is niet zo dat het zich een beetje kan opblazen. Nee, het kan alleen op deze manier. Dit is de binnenste baan en plop, hij gaat naar de tweede baan en plop, hij gaat naar de derde baan. Dat is wat Bohr dus in feite postuleerde, om zo maar te zeggen. Dus drie verschillende banen, er kunnen meer banen zijn, maar dat past er niet op de dia. Tweede ding wat hij zei is van, ja, bij iedere baan hoort dan ook een specifieke energie. Ja, de binnenste baan, dat was energie 1, energie 2, energie 3 en ook dat kan natuurlijk iedere keer verder. Nu kun je altijd zo'n tekening maken, maar je kunt ook een schema maken. Kijk, op deze manier, ja, de energie gaat omhoog. E1, E2 en E3. 3. Als een elektron van hoger naar lager baan gaat, dus stel je voor, hè, elektron zit daar in de hoogste baan en die gaat één positie naar beneden toe, op die kant, dan zendt hij een foton uit. En het foton heeft een energie die gelijk is aan het verschil in die twee banen. Ja, dus eventjes in het schema. Ja. Er gaat dus een overstap van E3 naar E2 gebeuren. En dan krijg je dus dat er een foton wordt uitgezonden. En energie is gelijk aan het verschil in die twee. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Hè, als er een elektron van lager naar hoger wil, dan heeft die energie nodig. En dat betekent dus dat er een foton moet zijn van buitenaf. Die geeft energie aan het elektron. En het elektron gaat dan één stapje omhoog. Of als er meer energie is, zou je zelfs wel twee stapjes omhoog gaan. Ja, in het schema kun je dat weer zien. Ja, hij gaat van E1 naar E2. En dan wordt er dus een foton opgenomen. Als het foton precies de energie heeft die het elektron nodig heeft. Wat opgeschoten hebben aan de rechterkant een beetje meer ruimte. Want die 1, 2 en 3, die getallen, die worden genoemd hoofdkwantumgetal. Laagste energie, E1, dat wordt genoemd de grondtoestand. En voor waterstof kun je die energieën berekenen. Ja, hoe groot is de energie op een willekeurig niveau? Nou, dat kun je berekenen met een gelijkstaand min 13,6 gedeeld door het hoofdkwantumgetal in het kwadraat. Oftewel, als je dat even zou uitrekenen voor n is 1, dan kom je op min 13,6. N is 2, wat hoger. Min 3,4, let op, ik zeg hoger. He, het getal gaat misschien naar beneden toe, maar omdat het negatief is, ja, is zijn waarde wel groter dan die min 13,6. Ja, en E3 natuurlijk hetzelfde iets, min 1,51. Ja, die energieën, ja, worden uitgedrukt niet in joules, maar in elektrovolt. Wat was ook weer een elektrovolt? 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. Maar let dus op, hè, in deze formule dus, ja, heb je dus energie. En het was altijd de uitkomst is in elektrovolt, dus niet in de SI-eenheid. Het komt weinig voor in de natuurkunde, maar hier heb je een formule die dus niet in SI-eenheden wordt uitgedrukt.
daarin zie je min 13,6, min 3,4, min 1,51, zie je ook in binnens terug. En wel in tabel 21a het waterstofatoom. Want zie maar, het waterstofatoom met de schema's. En je hebt dus hier een lijn, daar is energie 2, energie 3. En je ziet al, er zijn veel meer energiesoorten. Maar helemaal onderaan zie je dat de energie is min 13,6. Bij 2 is je dus die min 3,4 enzovoort enzovoort. Dit is voor waterstof, maar je kunt natuurlijk nu afvragen van ja, leuk bedacht, maar waarom? Tja, en als je toch met vragen zijn, kun je ook zeggen van, lukt het ook met andere atomen? Nou, nee dus, dat. En een beetje ingewikkelder bij ingewikkelde atomen. En andere vraag van, waarom een kern en een elektron, waarom houden ze elkaar vast? Zitten er elastiekjes tussen? En zo ja, zijn er elastiekjes, waar zitten de bevestigingshaakjes? Kortom, elastiekjes of niet, daar zullen we een volgende keer over hebben. Tot nu toe heeft het in ieder geval genoeg gehad. Bedankt voor het beluisteren en tot een volgende keer.